Wat we hier vooral merken is dat alles toch ietsjes achteruit loopt, dat er minder mensen de stad inkomen en dat iedereen doet het iets rustiger aan. Dit gaat net te gek. Een graadje of 25 is mooi, dan heeft iedereen zin in een drankje. Maar zoals dit met 36 graden, ja, dat wordt toch ietsjes minder. Hoe verklaart u dat? Ja, mensen hebben denk ik geen zin om de stad in te lopen. Ik zou het zelf ook niet graag doen. Met dit warme weer zit ik liever thuis in de schaduw dan dat ik ergens heen moet lopen. Hoe gaat u om met de hitte op zo'n warme dag als vandaag? Gewoon zo af en toe een keer gewoon korte rust nemen. Neem de schaduw opzoeken, veel drinken. Af en toe even een keer een ijsje. Oh, iets rustiger aan doen, veel drinken, ijsjes eten. Dan komen we de dag wel door. Wordt er veel geklaagd over het warme weer? Er wordt altijd geklaagd over het warme weer, maar het hoort erbij, hè. Welke temperatuur is voor u als neringdoende ideaal? Een graadje of 25. Mooi genoeg. En dan merkt u het verschil met het warme weer? Ja, zeker. Tot 25 gaat alles perfect. Nee, barbecues en noem alles maar op. Maar met 36 graden zijn er weinig die de barbecue aansteken. Dan is het gewoon alles lekker rustig met de voetjes in een bad of iets dergelijks. En dan zo min mogelijk doen.